Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal van vandaag, vrijdag 28 januari. De Omicron-variant mag niet onderschat worden, zoals de coördinator van het NCT, Javier Asin, dat gisteren aangaf in het journaal. Hij verwijst naar de dagelijkse doden die te betreuren zijn, maar ook de vele besmettingen en ziekenhuisopnames. Niet alleen ouderen raken besmet, maar ook jongeren onder de 30 worden ernstig ziek. Laten we samen even kijken naar de COVID-cijfers het afgelopen etmaal. Het afgelopen etmaal zijn er 460 nieuwe gevallen geregistreerd uit de 1226 swaps die zijn afgenomen. 766 mensen testen negatief. Alleen deze maand zijn er 20.112 mensen positief getest. Het percentage voor wat betreft het aantal positieven staat nu op 37,5%. Dit percentage moet volgens de Wereldgezondheidsorganisaties onder de 10% zitten. 10 personen worden eenmaal 24 uur gemonitord op de intensive care units van de ziekenhuizen, terwijl 90 personen verpleegd worden in de ziekenhuizen. 4 personen hebben het leven gelaten en dat maakt dat er alleen voor deze maand 67 doden staan geregistreerd. In totaal zijn er 1256 mensen overleden aan COVID sinds die zijn intrede deed in maart 2020. De meeste besmettingen vinden nog steeds plaats in Paramaribo, gevolgd door Wanica en Komowene. Vanuit de gezondheidsinstanties wordt er alles aan gedaan om mensen te vaccineren. Dit vooral omdat het virus zich verder zal muteren. Het kunnen mildere varianten zijn, maar zeker ook gevaarlijkere varianten. Vandaar steeds de oproep, laat je vaccineren. We komen zo zoetjes aan uit de ellende die ons al 2 jaar terroriseert. Laten we voorkomen dat we niet opnieuw in een pandemie stappen, waarbij de strenge maatregelen weer aangekondigd zullen worden. We nemen nu even een kijkje op de COVID-vaccinatie-dashboard. Met een blik op de COVID-vaccinatie-dashboard zien wij dat tot heden er 264.640 mensen hun eerste prik hebben ontvangen. Dat is 44,2% van de totale populatie en 54,94% van de doelgroeppopulatie. 31.852 prikjes zijn als eerste dosis toegediend en dat is 5,30% van de totale populatie en 6,61% van de doelgroeppopulatie. 232.788 prikjes zijn als tweede dosis toegediend en dat brengt het percentage op 38,72% van de totale populatie en 48,33% van de doelgroeppopulatie. 39.958 boostershots zijn toegediend en dat is 6,65% van de totale populatie en 8,30% van de doelgroeppopulatie. In totaal zijn er tot nu toe 537.386 prikken gezet. Het percentage voor wat het aantal gevaccineerden betreft is nog niet op 50% en daarom geen reden om te vroeg te juichen dat het eind van de pandemie in zicht is. Dat zei dokter Javier Asin. Nu de uitbraak van COVID-19 zijn derde jaar ingaat op het Amerikaans continent, lopen miljoenen kinderen routinevaccinaties mis, waardoor landen het risico lopen 2 decennia van vooruitgang op het gebied van immunisatie kwijt te raken, waarschuwde de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, Carissa F. Etienne. Landen zien uitbraken van ziekten die jarenlang onder controle waren. Dat zei de directeur tijdens een persconferentie gisteren, waaronder mazelen in Brazilië en difteria in Haiti en de Dominicaanse Republiek. Deze week melden landen het hoogste aantal wekelijkse gevallen sinds het begin van de pandemie, meer dan 8 miljoen. Ook het aantal sterfgevallen is met 37% gestegen ten opzichte van de voorgaande week. En dat tot 18.000. Aangezien meer mensen van alle leeftijden besmet raken, benadrukte de PAHO-directeur dat ziekenhuisopnames en ernstige gevallen weliswaar vaker voorkomen bij kinderen met reeds bestaande ziekten zoals diabetes en astma, maar dat de meeste van deze kinderen herstellen. Tegelijkertijd blijven kinderen echter hun regelmatige doktersbezoeken mislopen en blijven velen nog thuis van school, waardoor hun sociale, geestelijke en lichamelijke welzijn in gevaar komt. Voor sommige kinderen zijn scholen een veilige toevluchtsoord om te leren, te socialiseren, geestelijke gezondheidszorg te ontvangen en een voedzame maaltijd te krijgen. De PAHO-directeur verzocht ouders en verzorgers hun kinderen naar routinematige medische afspraken te brengen en drong erbij de landen op aan ervoor te zorgen dat deze diensten open en beschikbaar zijn.
Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft de coronapil Paxlovid van Pfizer voorwaardelijk goedgekeurd. De pil mocht van het Geneesmiddelenbureau al gebruikt worden in afwachting van de goedkeuring, maar Nederland koos ervoor om te wachten. Artsen reageren terughoudend en wijzen op diverse onzekerheden. Zo zijn de onderzoeksresultaten waarop de goedkeuring is gebaseerd nog niet gepubliceerd en waren de proefpersonen allemaal ongevaccineerd en onderdeel van een risicogroep. Dat roept bijvoorbeeld de vraag op welk effect het medicijn heeft op de overgrote meerderheid die wel ingeënt is. We worstelen met de vraag voor wie het precies bedoeld is, wat het resultaat zou moeten zijn en hoe we het moeten uitvoeren. Herman Ginty, directeur bij de medische zending, was onlangs de gast in het Live op Bel programma Niet zomaar een prikje via de SDVS. Hij gaf een update over de COVID-situatie in het binnenland, als ook over het vaccineren aldaar. Een kleine update. De uitbraak zoals we die hebben ervaren in het kustgebied, gelukkig hebben we dat niet zo breed gehad in het binnenland. Natuurlijk hadden we een flink aantal mensen met griepverschijnselen. En daar waar er getest is geworden, hebben we heel weinig positieve eruit gehaald. Dus is het geruststellend? Ja, een beetje geruststellend. Maar de medische zending blijft dus alert. De gezondheidszorgassistenten, de artsen, de mensen die bij de medische zending werken, de afdeling gezondheidsbevordering, we blijven dus alert. We hebben een paar kleine, hier en daar een aantal positieve gevallen. Onder andere in Powaka en dat gebied, Redidoti, Kasipora, hebben we een aantal positieve gehad. Maar voor de rest aan de boven Suriname hier en daar een positieve. Maar niet zodanig dat we kunnen zeggen van er is een grote uitbraak in die gebieden. Met betrekking tot het vaccineren zelf. Het beleid van de medezending was vanaf het begin dat we zo snel als mogelijk zouden trachten om het vaccin verkrijgbaar te krijgen, overal in ons verzorgingsgebied. Daar waar we in het begin vanwege allerlei omstandigheden vanuit Paramaribo gingen naar de gebieden om mensen te vaccineren, dat behoort bijna nu tot het verleden, omdat we op verschillende locaties in het binnenland de beschikbare vaccins hebben voor de bevolking. En ik noem gewoon een aantal van die posten in het binnenland waar we vaccin hebben. Als we kijken in het oosten van het land, hebben we dus vanaf onze eerste post in de Marowijnerivier, dat is Lange Tabbetje, tot zeg maar Stoelmans Eiland, hebben we op Ampomatapu en ook op Gakaba, zowel Stoelmans Eiland, vaccinatielocaties. Dat betekent dat vaccins op de poli zitten, zodat mensen in geval ze gevaccineerd willen worden, dat ze gevaccineerd kunnen worden. We hebben natuurlijk niet elke dag vaccinatieactiviteiten. We hebben meestal op de donderdag of op de vrijdag de vaccinatieactiviteiten. Maar de mensen kunnen elke dag hun namen opgeven om te worden gevaccineerd. Natuurlijk de mensen die komen en ze hebben geen andere keus. Ze moeten gevaccineerd worden dan, en ze willen Sinopharm hebben. U weet dat Sinopharm een one dose is, dus dat betekent dat de persoon gewoon komt en gevaccineerd kan worden. Dan doen we dat wel. Dat is dus in het oosten, maar in het oosten hebben we ook Drietabbetje. Drietabbetje is ook een vaste vaccinatielocatie van ons. En zo ook hebben we aan de boven Suriname, zowel Djoumou, Debike als Ladouani, vaccinatielocaties. Dat betekent dat mensen gewoon kunnen gaan en natuurlijk de medezending kennende, elke dag kunnen mensen hun namen opgeven op elke poli. We hebben 51 locaties in het binnenland. Op alle 51 locaties kunnen mensen hun namen opgeven en ze maken dan een afspraak wanneer ze kunnen worden gevaccineerd. Natuurlijk loopt het niet storm, maar ook in het kustgebied loopt het niet storm. Maar onze policy is, het vaccin moet beschikbaar zijn wanneer mensen gevaccineerd willen worden, wanneer ze zover zijn dat ze gevaccineerd kunnen worden. Heel wat gebieden zijn voor de medische zending moeilijk te bereiken. Voornamelijk het zuiden dat alleen via het luchtverkeer te bereiken is. Dat maakt het vaccineren een grote uitdaging voor de medische zending.
Desondanks zijn wij bij de medische zending creatief en vindingrijk als het gaat om mogelijkheden. Aldus Herman Ginti. Het is heel moeilijk om bepaalde gebieden in het binnenland te bereiken. Het zuiden bijvoorbeeld, daar kan je uitsluitend met vliegtuig aankomen. Gebieden zoals Kwamalasamutu, Kuruni, Sipaliwini. Het zijn plekken waar je niet 1, 2, 3 kan springen in je auto en je bereikt deze plekken. Dus het is een zeer kostbaar ding om daar aan te komen. Maar er zijn ook gebieden die makkelijk te bereiken zijn. Gebieden zoals Powakka, waar we echt een aantal keren hebben gevaccineerd. Waar je in de auto kan en met je team er naartoe gaan. Nogmaals, vanwege de logistieke kosten bij de medische zending hebben we ervoor gekozen om zo snel als mogelijk de teams in het veld te trainen, klaar te maken zodat ze vanuit de polyklinieken de vaccinatieactiviteiten kunnen doen. Het zou ons heel veel geld kosten als we nog steeds vanuit het coördinatiecentrum de gebieden zouden aandoen met de teams in de stad. Dus we hebben heel snel, en daar heeft de afdeling gezondheidsbevordering een belangrijke rol in gespeeld, om de mensen, de gezondheidszorgassistenten en anderen in het veld te trainen, zodat vanuit de locaties gevaccineerd konden worden. Een andere uitdaging is natuurlijk, hoe krijg je de mensen op een vaccinatielocatie? Ja. Er zijn geen busverbindingen aan de boven Suriname. Je kan niet springen in een bus en 10 SRD betalen en je bent op een POC bijvoorbeeld. Dus het is een grote uitdaging. Binnen de projecten die we hebben ingediend, was er niet altijd ruimte om mensen te transporteren. Dus wat we doen, we vroegen de mensen om te proberen om zoveel als mogelijk gebruik te maken van hun faciliteiten om een vaccinatielocatie te bereiken. Maar er zijn onderdelen in een aantal van de projecten waar we konden faciliteren. En ik denk dat Janice daarop zal kunnen ingaan. Wij hebben geprobeerd om, laat me een voorbeeld aanhalen van boven Suriname. Debike bijvoorbeeld is een gezondheidspost en we vaccineren dus op Debike. Op een gegeven moment waren er een aantal mensen van Botopassi die gevaccineerd moesten worden. Wij hebben dus de vaccinatielocatie verplaatst naar Botopassi. Alleen maar om de mensen tegemoet te komen, want het transporteren van de mensen naar de locatie zou veel kostbaarder zijn dan het team van DBK brengen naar dat dorp. Dus we zijn vindingrijk en creatief als we in het veld zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden proberen we dus de mensen te faciliteren. Maar het is niet zo makkelijk omdat transport in het binnenland heel duur is. We hebben het gemerkt toen we onze gezondheidszorgassistenten moesten trainen. Sorry hoor, het valt elke keer. Toen we onze gezondheidszorgassistenten moesten trainen, hebben we de mensen verplaatst naar een centrale plek om te worden getraind. Want andersom zou het ons te veel kosten om iedereen naar Paramaribo te krijgen. Het is beter dat de docenten worden vervoerd naar een locatie om de training te doen. In het journaal van maandag zullen wij meer aandacht besteden aan de vaccinatiecampagne in het binnenland. Voor vandaag zijn we aan het eind gekomen van dit journaal en wil ik u van deze plek uit een fijn en veilig weekend toewensen. Tot maandag!